Druten kan al in 2030 energie-neutraal zijn. En dat kan zelfs zonder windmolens. In elk geval, dat denkt lijsttrekker Gerard Worm van Kernachtig Druten. In het verkiezingsdebat van RN7 en Omroep Gelderland ging het dinsdag onder andere over duurzaamheid. We hebben in feite al zoveel maatregelen getroffen dat als je ziet 25 miljoen kilowattuur vanuit de uivermeertjes en zonneparken waar nog een keer het viervoud daarvoor bereikt gaat worden. Dus we gaan 100 miljoen kilowattuur in Druten stoppen en de omgeving. Dus we gaan in 2030 makkelijk halen. Dini Uydehaag van Sociaal Maas en Waal vindt dit wel erg ambitieus. En dan kan er nu wel gezegd worden van nou, dan dat lossen we wel op met zonneparken. Dat gaat hem echt niet worden. Ik denk echt dat we daar windturbines bij moeten hebben om het met name voor die groep waar ik het net over had betaalbaar te houden. Ben van Ooyen van dorpslijst Horssen sluit windmolens niet helemaal uit, maar dan alleen langs grote infrastructurele trajecten zoals de A15. Hij wijst ook op het belang van energiebesparing. Ik wil het verhaal toch ook een heel klein beetje in een ander perspectief plaatsen. Duurzaamheid is niet alleen energieopwekking, maar duurzaamheid is ook minder gebruiken. En die balans, die wordt nu verkeerd gelegd in mijn ogen. Zet niet alleen in op het meer opwekken van energie, duurzame energie, maar zet ook vooral erop in op het minder verbruiken. Wat je niet nodig hebt, hoef je ook niet te maken, zeg ik altijd. Ook Worm wil inzetten op besparing, bijvoorbeeld door huizen op een andere manier te verwarmen. Met besparen kun je ontzettend veel verdienen. Als je weet dat de huizen in Nederland hebben nog heel vaak gasverwarming, radiatoren. 30% van de energieverbruik kun je besparen door waterzijdig inregelen. Weinig mensen die het weten, maar het heeft te maken met thermostaten in je huis. En je gaat het verbruik per kamer regelen. Maar er komt super warm water in de radiator en er komt koud water uit. Maar bij de meeste radiatoren gaat er warm water in en warm water eruit. En dat is zo inefficiënt. Dus die nieuwe manieren van werken, en daar heeft de gemeente een taak. Wij moeten die informatie overdragen naar de mensen. We moeten het subsidiëren. We moeten mensen de mogelijkheid geven om thermostaatkranen aan te schaffen. Dus daar kun je alweer de volgende stap. Dus wij doen eerst zonne-energie. Daarna, en dat is onze start in het programma, de duurzaamheidsaanpak bereiken door besparingen. En daar gaan we de komende jaren de uitrol verder in doen. Maar we houden zelf de regie wat er gaat komen. En dat is bij voor Kernachtig Druten zonder windmolens.